Konijnen grazen wat af in de duinen. Ze grazen dicht bij hun holen om snel in veiligheid te zijn als er een roofvogel aankomt. Zo ontstaan hier kortgegraasde grasweidjes met veel jong, voedselrijk gras. Konijnen zijn er dol op. In de korte weidjes hebben duinviooltjes de kans om te groeien. Zonder het intensieve graaswerk van de konijnen zou het gras te hoog worden, waardoor de duinviooltjes verpieteren. En wat heeft de paramoervlinder hiermee te maken? Paramoervlinders voeden zich met de nectar van duinviooltjes en leggen er eitjes op. Het duinviooltje is de zogenaamde waardplant, of gastheer, voor de paramoervlinder. Paramoervlinders kunnen dus leven in de duinen dankzij de konijnen. Konijnen faciliteren paramoervlinders.